Oké, beste mensen, Patroklos heeft nog meer te zeggen tegen Hector, terwijl die zieltogend op de grond ligt. En zegt het volgende: Alam moi rolo e kaile tus ictanen huios, andron dei forbos. Maar het moira oloe, moira is het doodslot, oloe het verderfelijke doodslot, het is vrouwelijk uiteraard. En de huios, de zoon Leto's, geneties van Leto, dat klinkt van Leto, dat is dus Apollo, de zoon van Leto, die ektanen mee, ektanen, de aoristus van Kteino, dus doden, denk aan Attis Apokteino, die heeft mij gedood. Vreemd genoeg hier, dus het doodslot en de zoon van Apollo. En dan weer enkelvoud, hè, zoals we daarvoor eigenlijk al zagen bij Zeus en Apollo. Waar Zeus een beetje het lot is en Apollo dan de uitvoerder bij wijze van spreken, is hier dus letterlijk het lot genoemd. En dan de zoon van Apollo nog een keertje. De zoon van Leto. Oftewel Apollo. En dus zou je kunnen zeggen dat inderdaad ja, Zeus het lot is. Net zoals Apollo de zoon van Leto is. In ieder geval de verantwoordelijke voor uitvoering van het lot, dat is dan, hè, dus die zorgt ervoor dat het lot uitgevoerd wordt, dat is uiteraard Zeus. En die worden een beetje op één lijn gesteld, omdat het werkelijk ook enkelvoud is. Dus die heeft, of die hebben mij gedood, en Andron, geen het is meer van de mannen, van Aner, hè, Euphorbos, weet je wel, dat was die Trojaan die als eerste een speer in zijn rug stak. Sude me tritos exenaridzeis. Maar jij... Exenaridzeis, gewoon een jij-vorm in het present van het werkwoord exenaridzo. Beroven van de wapenrusting, of doden, dat betekent eigenlijk hetzelfde, want zodra je je vijand op het slagveld gedood hebt, beroof je hem altijd van zijn wapenrusting. Dus, maar jij doodt mij, of beroof me van mijn wapenrusting, tritos, als derde. Nou, dus eigenlijk dezelfde boodschap als we in het vorige filmpje al zagen. Die goden, Zeus, Apollo, het lot ook wel. Die hebben we als eerste de klap gegeven. Euphorbos van de mannen eigenlijk als tweede. En jij maakt het dan af. Maar goed, dat betekent niet dat jij heel veel gepresteerd hebt of zoiets dergelijks. Wilde hier eigenlijk mee beweren. En dit is natuurlijk presens. Jij doodt mij nu. Jij boven mij van wapenrusting. Want hij is nog niet dood. Niet je hebt me al gedood. En anders had ik niet meer kunnen spreken. Dat maakt het einde van dat punt wel duidelijk. En dan gaat hij nog iets anders zeggen. Allo de toi ereo sudenifresi balioseisin. Deze woorden, dit hele vers, integraal, hebben we al eerder gezien. Namelijk in boek 4, vers 39. Dat hebben we toevallig redelijk recentelijk gelezen dit jaar. En dat is waar Zeus tegen Hera spreekt. En die zegt er eerst het ene. En dan wil hij zich nog iets anders tegen te zeggen. Want dat betekent namelijk het volgende. Maar ik zal zeggen aan jou... Allo, ander, en dan onzijdig en zelfstandig gebruikt, kan ik zeggen, iets anders. Ereos futurum belego. Dus, maar ik zal je nog iets anders zeggen. En jij, balleo, imperativus, van ballo, mai in dit geval. Dus jij moet het werpen voor jezelf, hè, dus een medium, belanghebbend medium. Eni fresi seisin. Eni is gewoon en, dus dat wil zeggen in. Seisin, dativus meervoud van sos, betekent van jou, oftewel jou met een w erachter. En dat concludeert met fresi, en dat is in jouw gedachten. Jij moet het in jouw gedachten werpen. Nou, werpen is natuurlijk niet helemaal letterlijk bedoeld, dat is metaforisch bedoeld. En deze formule, zoals je het wel kunt noemen, zo valt ook nog op door de metrum ervan. Dat is allo de toi ereo sudeni fresi balio seisin, is gewoon allemaal dactyli. En dat contrasteert weer mooi met het metrum van het volgende. Luister maar. Uthen udau tos deron bea alla toi ede. Dus het begint met allemaal lange lettergrepen tot en met on. En dan lees ik nog even door. Angi pareste kentanatos kai moira kartaie gersidament achilleos amumonos aiakidao. Uthen, die uitdrukking betekent zeker niet. En dan nog eens keer. Oede erachter. En niet. Dus en zeker niet, niet. Maar dat dubbele ontkenning hier is geen litotes of zo. Het is gewoon een versterkende ontkenning. Net zoals in het Engels bijvoorbeeld I ain't got no money of zo. Ain't en not is allebei of no is allebei ontkennend. Het versterkt elkaar. Dat is hier in het Grieks ook zo. En zeker helemaal niet. Autos. Zelf. Deron. Wil zeggen een lange tijd. B-I van Beomai
En dat betekent leven. En ben jij betekent dan gewoon hè, jij leeft. En jij leeft zeker niet, helemaal niet een lange tijd. En daar bedoelt hij mee, jij zult zeker niet een hele lange tijd leven. Een soort preces gebruikt in plaats van een imperfecte, in plaats van een futurum. Alla toi e de angri pares teken thanatos kai moira katai. Maar, dus in tegenstelling daar, wat ik eerder, tot dit verhaal, je zal niet leggen, maar je zal niet lang leven, maar juist, ede reeds angi dichtbij pareest, dichtbij toi, bij jou, voor jou, par esteken van het werkwoord par histamai. En dan kunnen we concluderen dat hier een perfectum is. Is gaan staan. Oftewel nu als resultaat ervan staat. En dat heeft dus ook een tegenwoordige tijdachtige betekenis. Dicht bij jou. De Thanatos, de dood. En de Moira, dat zagen we natuurlijk hier ook weer. Het doodslot. Krataje, uiteraard krachtig of sterk of geducht. Het sterke of geduchte doodslot. Ook wederom, dit als een soort tautologie. Misschien ook wel een hendiadis. Eén begrip wat door twee begrippen wordt samengevat. Want het werkwoord is opnieuw enkelvoud. Net zoals we hier ook al zagen. En nog een stukje verder ook al terug. Dus twee begrippen die samen één geheel vormen. En dan een enkelvoudig werkwoord krijgen. Het doodslot en de dood staat al dichtbij jou inmiddels. Jou, toi, dat is een datief. En dan wordt dan bij damenti. Hier hadden we damentes. Het is exact dezelfde vorm, maar dan in de dativus enkelvoud. Waar hier nominatief meervoud was. En dus damenti, die dativus, wijst erop dat het bij toi congrueert. Dus nadat jij gedood bent, of gedood zult zijn, want dat gaat eigenlijk over de toekomst natuurlijk. Hè. Gersi, dat is een dativus meervoud van he, geir. Dat is een beetje onherkenbaar geworden, maar dat omdat het stam verkort is geraakt door de dativus meervoud uitgang. Dus door de handen. Achilleos van Achilles, de genitivus. Amumonos, dat is een epitheton bij hem. De voortreffelijke, de onberispelijke, de edelijke, edele Achilles. Ayakidao. En dat is hier, komt van Ayakides. Dan zou je denken dat dat dus een patronymicum is. We zeggen de zoon van Ayakos, maar dat is hij niet. Hij is de kleinzoon van Ayakos. Dus dat mag je dan als volgt van vertalen, inderdaad, op die manier vertalen. De kleinzoon van Ayakos. Dus nadat je gedood bent door de handen van de voortreffelijke kleinzoon van Ajakos, Achilles, of in andere volgorde, zoals jij zelf wilt. Even kijken, dit zei ik als een epitheton. Ja, ik kijk even naar de metrum van dit vers. Gersidament Achilleos amumonos ayakidao. Allemaal dactyli, die net zoals bijvoorbeeld in dit vers zo was. Dit contrasteerde heel erg met deze lange lettergrepen hier, die de voorspelling eigenlijk bij elkaar vatten. Uthen, udautos, dearon, bei. De voorspelling dat je niet meer lang zult leven is allemaal lange lettergrepen eigenlijk. Dit vers, gedood zijnde, nou daar zit heel veel emotie natuurlijk in. Misschien wordt het door de scansie, door het metrum versterkt en uitgewerkt. Waar eerst tot slot Hector gokte wat Achilles misschien wel gezegd zou kunnen hebben tegen Patroclus. Hij was van, kom niet eerder terug voordat je Hector gedood hebt. Dat was helemaal niet waar, want Hector, Achilles had juist gezegd van je moet terugkomen zodra je de Trojaan weggejaagd hebt. Niet achter ze aanlopen of zo. Maar wat Patroclus hier zegt en voorspelt, dat is wel degelijk waar, want zoals we allemaal weten, omdat ik in het verhaal natuurlijk, zal uiteindelijk Achilles Hector inderdaad doden. Uit wraak notabene voor deze moord op zijn vriend Patroclus, want na deze woorden sterft hij wel degelijk. En dat is ook wel iets wat vaker voorkomt in de Ilias in het algemeen, maar dat mensen die op hun sterfbed liggen, die zijn al dichtbij de andere wereld, hè, de hiernamaals en dergelijke, en dan krijg je een beetje meer inzicht in wat er allemaal gebeurt, ook in de toekomst. Dus stervende mensen hebben vaak voorspellende gaven, vreemd genoeg. En dat is dus waarom we dit soort voorspellingen vaak op het sterfbed zien, en die dan ook daadwerkelijk blijken te kloppen volgens de rest van het verhaal. Goed, ik hoop dat jullie een beetje klaar zijn en jullie geestelijk weten te voorbereiden op de daadwerkelijke dood van Patroclus, want die gaat daadwerkelijk plaatsvinden en dan gaat Hector ook nog iets zeggen. Maar ik zou zeggen, doen we dat in het volgende filmpje. Dag.